als dat ding weer omhoog staat door storing of gewoon wat hij omhoog staat, dat je denkt, godverdomme, weer die teringbrug. Welkom bij deze uitzending van TV Rijnmond. We beginnen met de herdenkingsdienst die vandaag gehouden werd voor Ruud Lubbers, oud-premier van Nederland die vorige week woensdag overleed. De herdenkingsdienst voor oud-premier Ruud Lubbers werd dinsdagmorgen gehouden in de Rotterdamse Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesselaan. De dienst was alleen toegankelijk voor genodigden. Ik denk 46 jaar geleden. Toen waren wij uitgenodigd op een heel groot feest, een familiefeest. En daar waren Ruud en Ria ook bij. En ik herinner mij dat tijdens het diner Ruud werd gebeld, want hij werd gevraagd als minister. En dat gonsde dus door de hele zaal waar wij allemaal aan zaten aan een prachtig diner. Daar was iedereen natuurlijk over aan het praten en hoe moet dat nou? En hij moet zich niet met die inlaten en met die. Maar ja, hij heeft het allemaal gedaan en hij heeft natuurlijk een enorm aanzien gekregen. Het is heel jammer dat hij toch zo jong is overleden. Ik hoop dat ze er goed doorheen komen met elkaar. Het is een hecht gezin. Vooral Ria, hè? Vooral Ria, dat is Ria Hogeweer, dat is fantastisch, ja. Schitterende vrouw. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, hoe is het met Ria en de kinderen? Ze hebben deze voor hen toch heel moeilijke dienst, een heel moeilijke moment. Afscheid van Ruud, van echtgenoot, van vader, van grootvader, hebben ze echt heroïs doorstaan. Het was een zeer indrukwekkende dienst, waarin heel erg de emotie doorklonk, de emotie van de familie en tegelijkertijd de bewondering voor wat hij als politicus, als staatsman gedaan heeft. Er is indrukwekkend is herdacht, onder andere door de minister-president, door meneer Rutte, welke verdiensten hij gehad heeft voor Nederland en zelfs breder voor Europa. Dat was de ene kant. En daarna, aan het slot, waren er hele indrukwekkende getuigenissen van alle kinderen die verteld hebben wat vader, hoe was hij vaak weg, maar toch heel erg dichtbij was. Het was echt ontroerend. Ze hadden denk ik eigenlijk alleen maar mensen uitgenodigd die ze hebben meegemaakt in hun leven en zo. Dat zijn er natuurlijk toch nog heel wat. Maar het was buitengewoon intiem. Het was een familiegebeurtenis ook eigenlijk. Je deelde in de familie vreugde en ellende ook een beetje natuurlijk, met de vreugde over het leven. Van een buitengewoon begaafde man. Ik heb hem goed gekend. Ja. Zo verschrikkelijk slim. Zo bijzonder. Ik heb verdriet gehad, want het was een bijzondere man. Hij bleef maar doorgaan. En ik heb de beste. Hij heeft ook veel voor Rotterdam gedaan, moet ik zeggen. Maar dat is een te lang verhaal. Maar hij hield Rotterdam altijd in het snotje? Altijd, ja, altijd. En dan kon hij kon ook goed beslissen. En dan kon ik nadenken. Die combinatie is wel leuk, vind ik. Dank u wel. Even over de herdenkingsdienst voor Ruud Lubbers. Gaan we verder met het overig nieuws. Een 60 meter hoge kraan is door het dak van het pand van de Rotterdamse studentenvereniging Laurentius gevallen. Dat gebeurde tijdens verbouwingswerkzaamheden aan het gebouw in de Infirmeriestraat in Rotterdam-Kralingen. De hijskraan rustte na de val nog op twee poten en op het dak. Tijdens de werkzaamheden waren geen mensen aanwezig in het pand. De werkzaamheden zijn voorlopig gestaakt. Eigenaar van de kraan, firma Blanchard uit Wateringen, wil het gevaarte met twee andere hijskranen weer overeind takelen. Een bijzondere uitdaging voor de opbouw van theatervoorstelling Sleeping Beauty on Ice. Maar liefst 4000 kilo ijs werd de maandag naar het nieuwe Luxor in Rotterdam gebracht. Daarmee wordt een ijsvloer gemaakt. Deze manier is sneller en goedkoper. A mixture of glycol that's racing through the pipes mixed with water at minus 14. These pipes will then frost over. And then we just add water. But layer by layer by layer, till there's about 6 centimeters at a temperature of about minus 9. En dan off we go. Sleeping Beauty on Ice is vanaf dinsdag tot en met 3 maart in het nieuwe Luxor Theater te zien. Sam Larsson maakt weer meters op het trainingsveld.
Bijna 2 weken geleden viel de Zweed uit met een hamstringblessure en is daar nu herstellende van. Onder het toeziend oog van een handjevol supporters liep Larsson wat rondjes en deed oefeningen met een bal. Slechts 9 teamgenoten van Larsson kwamen op de dinsdagochtendtraining naar buiten. Onder hen onder meer geen Robin van Persie en Karim El Amari. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet hen en de rest van zijn selectie binnen trainen. Terwijl Larsson het voorzichtig bij overtrappen hield, liep het negental van Feyenoord vooral heen en weer. De geschorste Bilal Basacikoglu leek de training met een spierblessure te moeten staken. Maar na wat rekken en strekken kon de buitenspeler de training gewoon weer voortzetten. En van Bronckhorst, hij hoopt Larsson zo snel mogelijk weer terug in zijn elftal te zien. Sandy, waar gaan we heen? Ja, naar die Teringbrug. Ik ben benieuwd of de navigatie dat ook vindt. Als ik hem intikt, Teringbrug. Geen adres gevonden. Ik trap op mijn rem en laat mijn gas wat los. Ik voel het al, we zijn er los. In de auto met zangeres en Rijnmonds nieuwste internetfenomeen, Sandy Struis. Sandy heeft onlangs op YouTube een toch wat merkwaardig liefdesnummer over de Botlekbrug geplaatst. Ik sta godverdomme voor de zoveelste keer voor die Teringbrug. Binnen 2 weken al 14.000 views. De navigatie zegt nu al keer om. Ik heb echt het navigatievermogen van een goudvis in de ronde kom, echt. Ja, want dan hebben we nog niet... Links, links, links. Ik ben het klaar mee, ik ben het zat. De brandterie, pleur maar plat. Ja, hoe is de geboorte van nummer tot stand gekomen? Nou ja, ik werk mee aan de talkshow op Zuid. Dat is een talkshow over Rotterdam-Zuid. Ja, en daar werd toen gevraagd of ik Rotterdamse liedjes wilde zingen. Ja, na Ketel Binky en Blonde Arie was ik eigenlijk wel door mijn orkestbanden heen. En toen ben ik ze zelf gaan schrijven. Ja, niemand zegt potverdorie, verdraaid. Dat nare ding staat open. Welke emotie roept die brug nou bij je op? Ik ben natuurlijk ook fotograaf, dus qua architectuur vind ik het prachtig. Maar ik kan me heel goed inleven in alle mensen die aankomen rijden. En ja, als dat ding weer omhoog staat, door storing of gewoon omdat hij omhoog staat, dan kan ik me de irritatiefactor, die kan ik me heel goed voorstellen. Dat je denkt, godverdomme, weer die Teringbrug. En je zal net zien, nee, het zit niet mee. Je moet ontzettend naar de play. Ik heb nooit de ambitie gehad om beroemd te worden of zo. En het was echt een grapje. En normaal, ik heb hem nog niet eens live gezongen. Dat gaat een donderdag gebeuren in de talkshow op Zuid. Daar was hij natuurlijk ook voor. Eigenlijk vind je het gewoon een mooie brug. Eigenlijk wel, dat teringding. Ja. Tot zover deze uitzending van TV Rijnmond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.